ga wel verkeerd. Oh jee. Wat ben je nou weer aan het doen? Nou, ik heb even een mededeling voor de stream mensen, of voor de mensen in de stream en voornamelijk Tom die in de voice zit. De Mexicano's zijn op. Heeft iemand ze vergeten te kopen, want het is een leeg kastje hier. Ik hoorde niet wat je zei. Dat Mexicano's ook waren. Ik hoorde niet wat jullie zeggen. Wat Jans zei. Hallo? Doei. Gaat het goed? Oh ja, er zat echt iets dwars in mijn keel. Een halve toon zat erin volgens mij. Nee, Tom. Nou goed, Tom. Maar weet je wat? Ik doe het wel anders. Zo. Ja, heb ik het ook gedaan. Het regent. Pijpenstijlen. Sta ik hier met mijn telefoon in Schönefeld. Schönefeld. Schönefeld is het vandaag niet. Ai! Staat weer met zijn geweer in zijn assen zo van. Kijk mij nu. Hoppakee. Dan moet ik het zelf wel waar zetten. Ai! Ik heb een error-rapport. Oké, heel goed. Alsjeblieft. Maar voor de rest, kijk je dat goed. Even kijken wie we al in de chat. We hebben in ieder geval Rutger, Samsen, NS Brink. En nog een heleboel anderen. Welkom jongens. Is er ooit al zo'n good evening, long time no see. Tom, ook goeie avond. Het regent gigantisch. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik trouwens even wat kogels ga bijbestellen, want ik heb nog niet zoveel kogeltjes meer. Dat is even... Story store. Niet veel shoppen. Welke had ik ook alweer? Volgens mij ook birds. Ja, volgens mij had je er goedkoper. Maar je hebt niet zoveel geld hè? Je hebt maar 2000. Ja, ik hoef ook niet veel te hebben hoor. Als ik net eens stek je de Python uit, is prima. Bro, staat iemand achter je? Ik kan hem niet eens kopen. Ai! Sorry. Waarom kan ik hem nou niet kopen? Omdat hij locked is. Ja, want je hebt de verkeerde, je moet de DLC hebben. Oh. Nee, daar staat een groen vinkje bij. Je hebt 3 kogels heb je nog. En je koopt ze per batch van 10 stuks. En ze kosten 150 credits en zo te zien heb jij bijna 2600 credits. Daarentegen heb ik 11.000 credits. Moment. Ja. Even... Waar zijn we bij verkocht? Dan moet ik natuurlijk even in de storage kijken. Zet die automatisch erbij? Ja, zo te zien wel. Yes! Kunnen we er tegenaan. Het is maar 4 dagen. Ja, de sale is inderdaad zeg maar het weekend. Inderdaad. Dus ja, mocht je nog iets leuks van Friends willen, check it up. Tot en met leuke dingen tussen de 20ste. Is vanwege de 10-jaar sale. Oh yeah. En de cake. Tom. Jij springt in één keer op. Anyway. Maar goed, even reloaden en dan ga ik even wat nieuw kogels kopen. Volgens mij zit ik mijn kogels te verdoen van een andere soort die ik niet heb. Yo! Goed zo. Even kijken, even kijken op de map waar wij zijn, want wij zijn de hoek waar we eigenlijk nog niet echt zijn geweest tot nu toe. 102 kogels. Nee, de Schönefeld is ook nog niet echt gedaan, zo gezien. We hebben, dit hebben wij, dit is nieuw. Ah, ja. Ik heb al tracks gevonden, dus... Oh! Let's move out. Let's move out, people. Ik ga gelijk de... Oh, hier recht het in één keer een stuk minder dan we onder de bomen lopen. Nice. Heel stuk beter zo. Eens even kijken, laat die een beetje zachter zetten. Dan moet... Die naar beneden toe en... Nee, die moest niet naar beneden toe, dit naar beneden toe. Ik heb gewoon jullie naar beneden gedaan. Klopt er iets niet met de audio? Ja, ik dacht dat ik mijn tweede microfoon op het niveau had staan, maar die was blijkbaar van jullie, dus die heb ik nou weer terugzetten, maar ik had twee andere schuifjes in de laatste moment gehad. Ah. Dat onweert. Een beetje last van ruis op mijn lijn. Oh. Andere digiset nog uitgestoten komt. Oeh. Dat is niet echt handig als je aan het jagen bent. Je hebt een beetje ruis. Wait for me! A rodeo. Klinkt goed, klinkt goed. Kunnen we trouwens tussendoor nog even een audio-video checken, jongens? Kunnen jullie mij goed horen en zien? Hallo. Trotsing. Ah, yes. Het is al een tijdje geleden dat we die melding hebben gehad. Ik vind trouwens deze wel heel goed. Hij is aan het trotten. Was door de steen. Zo, goeiedag. 10, 10, 10. Kijk, dat hoor ik. Oh, dat vind ik heel erg knap. Knap. Hallo. Je moet me heel erg denken aan, Zuid-België, of de zuidelijke gedeelte van Ardennen. Richting Luxemburg. Het is Duitsland. Ja, Duitsland. Ik heb een beetje het idee dat dit een beetje in de... of in het oosten of een beetje in de Eifel was. Oké, ik heb hier tracks die deze kant op gaan. Ja, bij mij ook. Ik had er bovenop tracks. He's running. Ja, ik wou zeggen, want ik... Ja. Daar zei ik net. Just now. Oh, daar zit net de nog plus. Oh, stop! 12 uur. Tussen de twee bergen. Hartstikke mis. Ik had hem wel raar. Ja, eentje was in dat jullie raak, ja. Nee, niet shift tap. Tap, nee, tap is voor de telefoon en ik kreeg de Steam overlay. Oh, hij zat dood. Echt? Oh, wat een hit. Nice. Ik kijk, hij ligt netjes in het gras. En wat een berg moet goed. Oeh, Rob Jansen. Non-vital hit. Flash. Right lang, 100%. 628 cash. 95 XP en een score van 333. Was jij het 100%? Hm? Ik het wel trouwens. Ik denk dat jij het 100% was. Ja. De rest niemand. Nee, ja, prima. Ding. Nou, onze eerste kill. Ja, ik zat ook al een beetje te kijken en ik dacht, ik plat op die verrekijkers pakken. En toen ging ik eens kijken, ja, daar staat er een. En ja, heb ik... Nou, maar dit is in ieder geval een nieuw gedeelte. Wel een succesvol gedeelte in ieder geval. We hebben hier een Western Outpost en hierboven hebben we wat. Misschien kunnen we hier naartoe. Misschien dat daar wat. Oh ja. Ja, team is goed. Ah, zo Tom. Of uit Samsung. Ja, zeker. Oh, prima. Dat mooi. Yes, kijk, het glinstert van de regen. Ja, mooi dat. Ziet het graag. Een mooi voorbeeld hoe een gamer er goed uit kan zien, vind ik. Real nature. Voor mij zie je een building iets. Ja, ik dacht dat ik daar iets zag, maar dat is niet. Het begint wel een beetje open te worden hier. Ja, volgens mij is het ook redelijk stop met regen. Nee, het is een vlag. Waar? Bunkers! Echt? Ja. Zitten we bij de Seafriedlijn? Ik heb geen idee. Kijk, hey, hey. Wat? Waar zie je hem? Hidden amongst the trees lies this bunker used by the Germans during World War I. Eén? Oh. Schönefeld bunkers. Onder het expert. Vergeet niet even de inspector, hè, want dan krijg je XP en wat dan ook. Niet veel. Nee, ik zou ook niet echt zeggen dat dit eerste is. Ik zou eerder juist zeggen dat het tweede is. Tenminste, als ik die stijl van die bunkers kijk. En één waar is meestal meer van hout gemaakt. Komt ik aan met mijn expert. Ja, misschien is het tot twee. Ik zou... Anders ga je even poseren ergens of zo. Dan maak ik een screenshot voor jou voor op je. Ik ga er niet eens onder gaan staan. Rob bij de bunkers. Weet je wat? Yeah. Ton is aan het patrouilleren. Gaat goed, Ton? Ton? Zijn uniform past er wel bij. Ton? Volgens mij is het nog een dokje kapot. Ja, ik heb geen idee. He's not communicative, sir. Die. Ai! Wat? Zo, alsjeblieft. Juist. Ai! Verwacht alle beestjes. Ton, je weet dat je microfoon uit is, hè? Zo, hallo. Er zat iets in boor. Tom? Tom? Hij houdt wel goed zijn rol vast. Geen idee, ik hoor ik en toen wist het. Ja, zoiets ja. Dus, dat is het enige wat ik eruit kan halen. Daar kun je er verder niet in. Nee, dat is dan wel net jammer. Ja. Ik word er even een beetje gek van nou. Dat is af. Inzameling. Hoor je nu? Dat is toch wel weer een aardig grote video. Oh, moet je eens kijken, de zon die breekt door ondertussen. Ja, dat is mooi. Ja, hij staat toch goed hoor. Ja? Oké. Okay. Ah. Ja, we horen jou nu weer. Zaterdag ga ik wel dingen van Lego ergens aan opzetten. Gelijk op de computer rijden. Dus kijken naar het gras bewegen als je gewoon loopt in één keer helemaal. Waar zijn jullie? Voor je. 128 meter recht voor je. Skunberg, nog veel. Oeh, goed bezig Rutger. 12.01 rond. Oh, nice, nice, nice. Lekker, lekker. Oh. Hallo. Wat je doet. Ikke. Ah ja. Wacht dan op top. Ja, ja. Dat maakt uit. Het lijkt zich niet van ons zonnetje. Ja. Hoe jij gaat staan. Jij gaat zo staan. Hier. Ja, dat is een mooie vondst. Jij zei zo van, oh, bunkers, bunkers, bunkers. Nou, we hebben de bunkers gevonden. Ja, inderdaad. Inderdaad. Nu de tekst nog. Hele mooie... Ei, ei. Geef die zon ons terug. Wat? Het is hier zonnig. Nee. Gewoon nu niet meer. Nee. Het zit achter de zon. Walking, walking. Inderdaad. Let's walk. Let's find some tracks. Beetje massa hier. Ja. Dit is ook vrij mooi open moet zijn. Dus. Overzichtelijk. Ik hoor de duiven weer. Ik zie ze vliegen. Zie ze vliegen? Hoopvogels. Maar zijn we trekloos. Left, left. Gaan we dat even niet doen. Ik loop al links van jou. Nee, niet de left, 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 right, left of weet ik veel. We moeten de left, left, left. We moeten de right, 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 right. Nou, right, left, left, right. Nee, dat is weer een ander. In militaire dienst. Ja, in de army nou. Ja, Tom heeft ervaring met de militaire dienst. De militaire dienst was het left, right, left, right, left, right. Dat heb ik zelf nooit meegemaakt, dus was het... Nou, ik ook niet hoor. Ik heb niet in de dienst gezeten. Was wel goed. Nee. Wel goed. Nee. Dan kan een uitloopdienst. 1956 was uitgeloot. Echt? Ja. Oh, dat wist ik niet. Maar het er veel van. Oké. Okay. Oh, dat is bijzonder, dat heb ik nog nooit geweten. Want dat was toch ergens in de jaren 70 of zo dat het pas afgeschaft werd of zo? Ja. Maar in de buurt van de jaren 70. Ja. Nee, dat wist ik niet. Duitsland hebben ze het nog steeds. Please go back. What? Ah, eerlijk gezegd. Hey Leo. Sommigen gewoon weer helemaal terug laten komen. Echt waar. Sommigen, ja. Absoluut. De mensen die gewoon een baan hebben en gewoon een goede voor elkaar hebben, prima. Maar er zijn maar genoeg jongeren tegenwoordig echt zoiets heb van, gooi ze alsjeblieft daar terug naartoe. Ja, ja. Kijk, we hebben varens. Oh, mooi. In ieder geval welkom Leo, moest ermee. Er zit niet bijzonder veel. Nee, want ik kijk wel regelmatig ook van die films en zo. En naam ook een band of brothers. Ik vond dit van zo'n vrouwen, maar... ja, bijzondere series daarentegen. Als ik dan zo zie hoe ze die trainingen hebben gehad, ja, dus ja, dat heb ik ook wel eens. Prettig hoor. Het was echt, ja, ik heb het toevallig zelf op cd, dus ik kan onder de naam veronder. Dat is goed. Dat is een hele mooie. Nee. De Guns of Never Home bedoel je? Ja. Nou, oh, is dat niet die film met die enorme grote kanon in de berg of zo? Ja. Ja. Zeg me wel iets raars. Die op zijn gerecht staat, hè? Als moet je nu maar eens een keertje denken of dat doet ik ook. Eens kijken. Ik denk dat ik hem wel ken, maar heel vaak als ik het zie of zo, dan weet ik, oh ja, dat was die of die. Nou, als je zoveel films hebt gezien. Dat is een mooie tijd. Heb jij het nog gehad van Leo? Ja, scumbag regen de hele tijd. Ik kijk in één keer andere soorten bomen. Ja, snap ik. Als volgende waypoint. Ah, kijk, mooi. Daar is een huisje. En dan heb je alweer 600 meter gelopen. We lopen er wel af hier. Scumbag weer. Wie heeft dat weer besteld? Jij. Ja, dank je. Zelfs de vlogers kan ervan vliegen. Ja, het is wel goed, hè? Dat vind ik wel. Wacht hier wel even. Oh, het is een huisje hier. Nee, maar ja, dat zeg ik. Hoppa. Mexicano staan er. Ja, binnen is die bak. Heeft iemand een boord, hè? Oh. Dat is goed. Hallo, mag ik even bij de mascara? Ah, jij mag ze maken, hè? Laatste wat ik weet. Jezus, jongens, dat wordt er gezien. Echt, heb jij. Ton, kom eens hier. Oké, Soesterberg, dat is toch bij. Lekker uit. Oh wacht, dat is, Soesterberg, dat is dan niet dat vliegveld in het Brabant of zo? Ik moet wel eens dingen door elkaar halen. Volgens mij heeft hij vlag ergens last van. Nee, bij Amersfoort, dat was het ja. Bij Amersfoort, ja, inderdaad. Ja, dat ja. Ja, precies. Oké. Volgens mij heeft hij vlag ergens last van, want dit ziet hij niet goed uit. Nee, nee, nog ja, wind. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik wist niet dat, dat Nederland iets met hier artillerie had. Ik moet zeggen, ik ben ook niet zo ver thuis in de luchtvaartgedeelte. Meer in de landmarkt denk ik en zo. Ik weet dat dat heel veel in Assen en in Oswald zat. Dus ik dan wel. Kijk, want waar zitten we nou ergens op de map? We zitten in het zuiden. Oh, zitten we in die hoek. Telefoon. Oké. Nice. Mooi. Als jullie naar richting het noorden gaan, dan gaan we de goede kant weer moeten doen. Nou, hopen we van zeker dat we er wat meer diertjes terechtkomen. Dat zou misschien de reden kunnen zijn dat we zo dicht op de grens lopen nu. Niet? Oké. Nou, let's go. Move up. Ja hoor. Oh Jans, zijn wc-rol. Dat was een wc-rol. Ton, kijk eens hierheen. Je bloeit een beetje. Waar is je neus? Wat heb je dan? Wat heb je dan? Pepperspray. Ja, ik zat daar. Ik had even te googlen. Dat was dat bij het National Military Museum, ja. Wat was de toets voor de autowolk ook alweer? Caps lock? Nee. De wat? Bij mij in ieder geval is autorun is caps lock. Wacht even, ik loop even tegen een huisje. Wacht even wel hier. Brandfokkel. Ah, ik weet het al. G-toets. Ja, dat wist ik dan weer wel, soms inderdaad. Maar dan zat ook ten zuiden van Maastricht zat ook een... of is dat later? Nee, volgens mij is dat later gekomen bij de Krebbergen. Want er zat ook een hele grote dienst. De Grevenberg, ja. Nee, ja, dat ook, maar ik bedoel de... nou, bij Maastricht. Kouwerberg? Ja, volgens mij wel. Kouwerberg, tussen de Kouwerberg en Maastricht heb je een ruimte begraafplaats. Ja, nee, dat is... Nou, dat is een maargraten. Ja. Dan ben ik in 2015 nog geweest. Oké. Okay. Zo. Nou, hopen dat we nu wat meer trekjes gaan rennen. En diertjes. Ja, kijk, als we zo lopen, moet een beetje verspreid gaan lopen. Dat deed ik heel de tijd al. Dan wil ik hier lopen. Heel mooi. Ja, wat ik zie daar. Dat is ook even niks te zien. Wat? Nou in een wijde omtrek. Wat zie je? Weg. Ik dacht dat ik iets zag, maar niet. Nee, ik heb het even verkeerd gezien. Ja, die bedoelde ik, Samson, dat ja. Oh, ik had de laatste tijd nog een documentaire zitten kijken van Andere Tijden. Daar hadden we zo'n aflevering over. Ai! Ik kom hier van mijn rust! Dat moet je niet meer doen, hè? Ik zal het niet meer doen, sorry. Nu hebben we al twee weer weggejaagd. Ja. Ik zal wel even oppassen. In deze regio, volgens mij dacht ik dat de waldboers waren. Hoi, hakal. Red Deer, metingkool. Recht vooruit. Niet al te ver weg. Ik denk aan de andere kant van de berg. Tom is al in de aanslag. Zwevende bosjes. Nou, dat vergeven we ze. Ja, dat is sowieso. Metingkools zijn goed, warningkools niet. We hebben in ieder geval het weer bedoel ik de wind in ieder geval mee. Het lopen tegen de wind in. Alleen maar mooi. Ja, precies. Kunnen wij zo goed drukken. Wat ook mooi vind is die wind hier over dat gras heen gaat. Wauw. Blijf het toch af te verbazen. Ja, maar dat heb je met die boom ook joh. Want die zie je ook op en neer aan. Het is gewoon real op een gegeven moment. Ja. Ik ben naar rechts. grappig daar. Ja, ik dacht ook iets te horen aan de rechterkant, maar ik kon het niet plaatsen. Ik hoorde het in de boom toen ik het langs liep. Oh echt? Oh, dat kan weer iets anders. Ja, het kan wezen dat er een konijn ook is, hè? Ja, dat de konijntjes hop hop doen. Ja. Wel een extra punt hier rechts op 1 uur. Ik denk dat het een building ding is. Oh, wel. Ik denk het wel. Nee, een information point. Ik ben blij dat ik op het land loop, gelukkig, dus dat scheelt. Oh, Sommersland, the strawfields of Hirsch Dorf are leased to 4 individual farmers by the Sommer family. Sommer is often in contact with hunters in the area to employ help with controlling the animal population so that the crops are protected. What a view, what a view. Man. Even kijken, op de map zijn wij. We zitten nou daar. Oké. Okay. Nou, laten we eens even naar beneden gaan. Huisje. Huisje beneden. Was ik. Oh. Valt die lekker. Het is een farm. Het is een barn is het. Okay. Ik heb het idee dat we hier al meer geluk kan hebben daar. Nou, we komen wel weer richting... Ja, klopt. Dat is voor alleen nog maar helikopters inderdaad. Een man van een collega van mij die werkte toevallig. Ton is weer thuis hoor. Wat? Ton is weer thuis. Wat bed zie je er dan? Oh, nee. Het is een beetje leeg. Say what? Oh, huh? Hoe dan? Top, mover. Wat mover? Hey joh! Scumbaggerie. Tom, mover. Woef! Jelsje, mover. Nee. Ja. Even kijken, we kunnen hier wel even kijken, want we kunnen spotten aan cracks. Ja, precies. Ik zie verder niet veel. Nee, niet echt hè. Wel een open veld, maar ja, dan kan je best wel heel veel met de verrekijker zien. Dat is ook een heel mooie hoop van op. Ik heb ook richting het noorden op 1,8 kilometer. Er zit een lookout point. Ja, ik zag het op de map staan, laten we het allemaal naartoe gaan lekker. Nou, weet je wat we doen? Daar naartoe lopen. Kom maar. Nee. Lopen. Wij gaan gewoon naar beneden via de trap. We gaan Tom doen. Ja, die houdt gewoon van naar beneden vallen volgens mij. Oh, ik weet al wat we gaan doen. We gaan een quad huren en dan gaan wij vervolgens rijden. Ik ben wel prima. Hoe plaatsen hier die tent nou? I'm stuck! Ja. Ah. Hoe plaatsen jullie die tent? Ja. Gewoon lekker muisknop. Maar hoe doet hij dat dan? Als jij de tent voor je hebt... Ja, die heb ik voor me. Dan moet je zorgen dat de tent wit is. Laat maar, hij staat er al. Hoezo, heb je twee tenten? Ik denk het. Oh, hier kan. Ik loop nou weer met de tent. Ja, daar heb je je tent staan. Hè? Je bent twee tenten. Ah! Dit is zo vet. Ton heeft engine troubles. En dan goed kijken in de bosjes. Hey, ik zie wat. Stop. Ik zie wat. Ik heb hier een spoor. Meerdere. Ik heb een trotting roadier. Ja. Dan rij je ook 3 meter en dan kunnen we weer afstappen. Hij walgt gewoon. Maar ik wil niet veel zeggen, maar dat is de andere kant op. Hier is nog een andere track. Dit is dezelfde track. Maar daar heb je nog verderop track aan de linkerkant van mij waar ik naartoe wijs. Nou. En dan gaat terug naar de barn. Hier heeft hij gerust. Rustmaat. Hebben we die hier nog één? Nee, dit is fellow dier. Hier heb je nog wat. Ik heb hier droppings. Ik ben benieuwd hoe oud die zijn. Very old. Nou, dat schiet dus niet op. Nou, dan gaan we zwart dit pakken. Ja, we gaan weer een stukje verder. Ah, dat is niet van mij, hè? Ja, dat ging niet op. Oh, sorry. Binnen voor wat is het al lang oud. Precies. Stop! Zo. Fellow dier, dezelfde kant op. Dat is goed. Ja, ik moest naar de kant, want er stond een boom. Ja, met takken. Ik... Ja, inderdaad, dat was jij. Jezus, waar heb je ons naartoe gestuurd erop? Ik weet niet, gewoon door een bos heen blijkbaar. Oh, stop! Geluid stegen. wild boar. Okay. Ik heb hier nog een trek. Ik heb een wild boar trek. Ik zie hier verder niks. Hierin. Een bison. Ik heb bison. Een bison hier. Bison. Ja, we zitten in bison territory. Trek loopt hier ook. European bison. We are fortunate to have one of the only European bison populations that needs to be controlled by hunting. But hunting bison is really hard. They leave very few tracks, are mostly silent, and can take most high-caliber rounds without flinching. Oh, and you don't want to just wound them. They can get quite dangerous. Niet gewond raken door zo'n been van de berenreus. Nou ja, zo'n rij je ook niet, hoor. Ja, klopt. Ik heb hier een hoop tracks. Ik heb een very fresh dropping van de bison. Nog meer bison tracks. Staat alleen niet op welke kant? Ja, je koon. Jouw poep niet, nee. Oh, die. Ik heb een ton gevonden. Hoeveel levert dat op? Wat? Heel weinig. Echt? Omdat ik al oud ben. Ja, dat zeg ik wel eens vaker, hè? Hoe ouder, hoe beter. Inderdaad. Oh, de crap, hoeveel wil je er wel niet hebben hier? Zo, ja. Een zoekspot. Hé, hey, wat is dit? Stront. Very fresh, pas op. Ja, ja, ik heb hier ook al van. Nog steeds very fresh. Trouwens, wel al wat andere tracks hier. Ja, een hoop tracks zijn hier. Er is een hele kudde hier doorheen gereden of zo. Wat gaan we nou weer krijgen? Waar we krijgen wapen kiezen? Ja, een paar keer op die toets klikken, dat doet dit wel. Of heb je op de H-toets gedrukt? Dat kan ook. Kan ook, ook. De H-toets? Oh ja, nou is er naar je te horen gaan. Laten we eens eventjes in de verre kijken. Oeh, ik zie wat. Maar dat is niet een bison. Wacht even. Wat zie je iets? Ik zie een vos. Waai. Ja, nou heb je moeite om een vos te pakken dan. Nee. Ja, bij Dries daar niet natuurlijk. Schildbizels zijn in principe niet zo super snel. Meting call. Ja. Dat is ook van de fox. Welk dier, ja precies inderdaad, Cleo. Hier is nou droppings van de Red Fox, ja die heb ik. Ja precies. Running die kant op. Warning call. Zuid-zuidwest. Ik hoor iets een maag rommelen ofzo. Pas op. Old. Wat zit die? Rotsing. Kwam die vandaan? al foxen die. Kijk dat we een business kwijt zijn. Ja, dan moeten we ietsjes terug. Ja, ook gewoon rechtdoor lopen. Zo. Okay. De bisons waren hier. Ja, precies. Laten we terug naar de bison. Warning call. Die was al heel dichtbij. Ja. Ik dacht ik hoor wat, maar dat is Rob. Ja, het is me. Warning call. Dit is zuidwest. Oh, boven. Hé, ja. Boven? Grond gaat naar boven. Ja. Maar ik heb toch ook een aap wezen? Ik zie er ook eentje. Ik zie tracks. Dat is dat boven. Ja. The ranking zone discovered. Okay. Eens even kijken of we wat door de verrekijker zien. Ik zie het target. Ja, ik ook. Een hele grote. 18 meter. Steek ik 1. Kijken of we dichtbij kunnen komen. Trotting vast. Ik zie een ton. Ja, ik ook. Heel dichtbij. Tom. Nou ja. Hij is hier naar boven gegaan. Oh, ik heb hier een rendier. Die loopt. En die gaat die kant op. Oké. Ik heb de vos daarboven, zou ik moeten zetten, maar echt idee dat die een aardig snelweg is. Ja, dat is ook heel klein, hè? Dus die zie je ook in de heel. Nou, ik heb al eens een vos neergeschoten hoor. Die zie je echt wel. Het zijn geen kleintjes. Maar die rendier, waar ik het over had, die ging die kant op. Ja, inderdaad. Qua wind loopt wij heel erg slecht tegen dat rendier in. Tienchenau. Ja, nieuw district. Ik heb hier veel meer. Trot ik naar beneden. Trot. Kruidvatreclame. Pellodier-trotting. Oh. Wat is dit? Wat? Ik weet het niet, ik heb in één keer is mijn game geminimaliseerd. Oh, handig. Hey. Oké. Excuses. Kan gebeuren. Dat is een vorsttrek. Ik heb een fellow deer. Inderdaad. Dat is een beetje in die boom gestoken. Hier, het is plat. Andere trek. Dit bij mij. Droppings. Droppings? Very old road here. Dropping. The Nacho Lake. Very old. Hallo die. Zo, hoeveel wil je er wel niet hebben? Oh, wat heb ik hier in één keer voor een berg met spul? European Bison Fresh. Oh jee. Ja, zeer fresh. Ik volg mijn fellow deer. Hey, ik heb een blauwe trek voor dat bison. Ja, gaat die kant op. Run! De tracks zijn hier. Run. Shit, 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 shit. Follow me, kom. Loop, richting het zuidwesten, zuidoosten. Phoenix. Zeg het. Hij liep deze kant in. Walking. Fresh. Nou, politie komt eraan. Bloed. Heavy low. Als je very low niet binnen 2-3 minuten hebt, dan heb je niks. Run. Nou. Om die schiet. Dan heb ik mijn bloedspoor kwijt. Jongen, waar jij staat, zo te zien, Rob. Die buurt. Ik heb hem. Blijf. Hij staat vlak voor me. Ik ben 180 meter van jullie vandaan. Follow me, follow me. Rob, boom aan de kant. Boom aan de kant. Dat heeft geen zin, want die is very old. Hij is deze kant op. Walking. Nee, ik heb een run hier. Hij gaat richting Rob Jansen. Dat is een nice voor me. Huh? Ik zie niks. Run. Die kant in. die kant. Hier heeft hij een drol gelaten. Ah, dat is een poepmachine dus. Hier hij loopt hier heen. En hij loopt daar links in, ja. Ik ken hem ook hier links. Very old. Strut. Ja, nou is het dan. Ah. Ah. Zie je hier weer wat? Wallet? Wow. Road deer warning. Run, wallet en run. Hij is onder neus voor mijn neus. Oh, die gaat die kant op. De run. Ja, hij heeft ook weer een drol. Ja. Die is ook waar ik eerst ongeveer de eerste keer hem tegenkwam. Ja, je kunt als je de wrong track volgt, dan, of je volgt de track andersom, dan zo weer, ja, precies. Heel ver weg voor mij. Run. Walk. Walk. Goed hier. En ook hier. En dan kunnen we de dieselweg kwijt hebben. Nou, de bison heb ik hier ook. Ja, die kant op. Ja, dan kom je dus in de richting van mij. Ja, nou, die kant loopt hij namelijk op. Zie je hier wit een spoor? Gaat hij daarheen en gaat hij richting op Jansen? Die kant heen. Ik heb hier. Crash. Tot hier dan. Run. We zijn hier bij het water. De bison. Heel weinig aan het denken, ja. Ja, aan de linkerkant zou ik water liggen. Dat is een wal. Tot een bison kom ik hier tegen. Run. Fresh spoor. Run. Trotting. Vital hit. Ah, ik heb goed. Goed. Trofic 400. Trofic rating 0.1. Per kills. Flash leveling 100%. 636x cash en 112 XP. Doe je beter. One in calls. crash. Je zit nog steeds op het spoor van de bison. Hij ook. Ik dus ook. Ja. Oh, ik krijg wat een geluid in één keer. Wat? Ding. Resting zone. Fijn. Wat? En gegeven. Dan ga ik weer terug. Ik alleen maar hondjes aan het doden. Ja, ze lopen rondjes. En nu staat een vlak voor zijn neus. Dat had ik er net. Strat. Nou, dolletjes daar en daar. Strat. Yep. Ik heb het idee dat ik achter hetzelfde spoor aan zit als Tom. Dat je er precies komt aan hetzelfde hoeveelheid meters voor mij. Wat? Kom, wakker. Wat? Hier bij het water. Mooi omgeving. Terug naar midden. Wat? Canada Coast? Hm? Deze bison. Zelfs even kijken. Hij is die een beetje ver van mij. Kan ook daar zijn. Tom. Ja? Zie jij een zie jij een eilandje? Ja? Ja. Kijk eens met je verrekijker naar het eilandje. Daar is een brug. 400 en mij. Zo, 400. Zie je mij? Ja. Moment, ga kijken. Moment. Oh, nou. Ja, hier zijn het water. Ik zie je, daar spring ik. Ik sta op een brug. Dat meen je niet. Hier is een brug. Ah, oké. Okay. Nou, de bison die geef ik maar op, want dat wordt... ja. Follow me. Gaan we richting Jansen. Ja, dat meen je geluk. Waar zit je eigenlijk? Wie? Jij. Achter je ook. Nou, ik zie je nog niet. Nee. Zie je wel? Oh ja, nou, ik ben daar. Jans is aan de overkant op dat eilandje, maar met een brug er verderop. Dus de... Oeh, wat is dit? Water. XP. Oh, komt precies weer een rood gedeelte. Ja, dat is waar ik dat ding heb gesloten. Ik heb een antler gevonden trouwens. Een hoe? Wij. Oh. We zijn onderweg naar hè? Dus heb ik er een trek gevonden? Huh? Fellow deer. Ja, er zijn aardig wat tracks daar. Het kan zijn dat je eentje volgt die ik heb geschoten, maar het kan ook zijn dat je very old hebt. Wow. Very fresh. Walk. God. Wow. Ja, het is ook net na het voederseizoen, dus die zou je ook niet snel meer tegenkomen. Nee, ze zijn naar het noorden vertrokken volgens mij. We kunnen het wel te lijken, ja. Ik zie een ton door de bosjes. Ik zie jou. Ja, in ieder geval komt het helemaal goed, Leo. Wellicht misschien nog tot morgen, anders inderdaad tot de volgende keer. Leuk dat je erop was natuurlijk weer. Doei, joh. Fijn weekend alvast. Ik zie een wilde rob verschijnen. Ik zie een berg met water. Rob. Achter je. Rob, achter je. Boe. Nee. Nee. Kijk, het geluid kwijt. Ik hoorde net hier iets om mijn hoek. Dan ben ik het kwijt. Ton is aan het aanleggen. Ik hoorde net een dier lopen hier. Ja, nou ben ik kwijt. Dat is nog net jammer. Heel dichtbij. Dan... Ja, helemaal joh. Very fresh. Een dropping. Ja, dat had ik net. Very fresh, close enough. Die is helaas vertrokken. Maar toen jij net precies riep, toen hoorde ik namelijk zo'n ding rondlopen en... ik heb niks gehoord. Nee, omdat jij tegen mij zat te praten op dat moment. dat was het een beetje, maar dat maakt niet uit. Komt wel weer goed. Running. Je kan het soms echt in het geluid horen of je heel dichtbij zit soms. Ja. Hello there. Ze poepen wel veel. Nou, dat zou ik ook doen als ik bang ben. Alles is fresh. Ook echt met allerlei verschillende kanten in. Sprouting. Just now. Hey Tom, goeie avond, zo Tom. In New District. Ze zitten in deze regio. Wel hè? Ik heb zo net had ik just now. Oké. Ja. Ja, ik ook. Geen huis. Hey, ik wou net zeggen, het is geen huis hier. Het is rot. Gaat het put? Walk. Ja, dat hoor ik. Fucking. In ieder geval welkom Tom. Winter Wonderland. Meting call voor ons. En zouten. Ik dacht wel ik iets zag. Aardig ver weg. Ja, want de call dus niet eens. Eigenlijk heel flauw. Heel zacht. Ja, precies. Oké. Okay. Ik heb er langzaam wel weer avond te worden. Die moeten zeg maar in de buurt van ons, van mij zijn geweest, zeg maar. Ah ja. Toen ik daar stond in de buurt, daar had ik er eentje van geschoten waarschijnlijk. En de rest van de kudde is hierheen. Kans is wel mogelijk, hè. Just now. Nou, ik zie niks op het openveld. Ik zie net kijken met het verre kijken. Ik hoor wel iets in het noordoosten waar Ton naartoe gaat. Zie je dat niks? Schönefeld strof. Ah, die stroffield een beetje. Dat hoort bij 10. Volgens mij zijn ze niet het open veld ingegaan, ze zijn allemaal hier naartoe. Waar ik nu heen loop, gaan ze allemaal die kant op. Hey Rodolf, goedenavond, welkom. Lijkt het wel heel leuk op, ja. Droppings, just now. Maar is just now een heel erg groot begrip. Ja, dan begin ik ook het idee te krijgen. Ik heb een hele kudde hier ook. Recht voor me. Een seconde heb. Net achter de berg. Kan ik net niet schieten zo vanaf hier. Dus niet gehoord. Nee, niet rennen, Tom. Maak je ze alleen maar bang, want ze horen aardig goed. Maar ik maak hem nu al zelfs te veel lawaai. Een paar weken geleden al opgevallen namelijk. Warning call. Warning call. Ja. Crouch. Doe de moonwalk shuffle. Het zou mooi zijn als we er een aantal naast elkaar hebben en dan alle drie line-up en dan kapau. Ja. Die zijn weer weg. Kom gewoon rustig door. Red Deer Canyon. This canyon also goes under the Red Deer Canyon. As a child, a butterfly she was lost here once and claimed she was rescued by a red deer. Bij de barn. Recruiten. We zijn hier gewoon recht doorgelopen. Dat ze er recht langs. Ja, hier bij mij gewoon rechtdoor. Niet zo'n fellow dier. We zitten er niet zo van een fellow dier. Stop. Van 5 rechts tot van 9. De baren. En ze zijn weg. Was het dichtbij, Ton. Wat? Ja, rechts van de baren. Maar... waar is de baren? Ja, rechts voor je. Op het zuiden. Oh, dat is maar ik denk dat ze zaten aan het westen van die barn. Alleen ik denk... oké. Ik zie ze in de bos. Oh, ik zie er één. Ja, ik ook. Twee, ik zie er twee. Ik ga het huis zien. Dat is nog ver weg, hoor. Anders, je kan hem net... ik kan hem één raken als ik wil. Ik kan er één raken als het nu moet. 1, 2, 3... oké, dat is het. Ik heb een andere. Wat is het met dat geluid dan in één keer? We zijn er toch al geschrokken, dus... oh. Hooptreks. Mating calls. Just now, flesh wound. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gevlucht. Met deze kant op naar boven. Running richting. Very low. Dat is een red fox. Richting oost, oost-zuidoost. Cheers now. Zo'n rode vos. Hello dear. Very low. Wacht, wacht, stop, in het veld, in het veld. Ja, ik zie ze. Ik lig al. Ja, het is voor mij te ver weg en ik zie er gewoon weer boven omheen. Zag ik geen bloed meer. Maar wel. Very low. Twee plekken zelfs met bloed. Very low. En weer terug. Wat? Die kant in. Zo, er is sowieso een pad richting jou. Ja, hier ging een hele groep heen. Ik dacht dat ik eentje had geraakt, maar... ik had er wel achter een bloedspoor aan, maar... Hey Ruud, goedenavond. Blood rate very low. Ja, dat maakt wel uit. Maar dat zegt ook niet altijd veel meer, zo heb ik al gemerkt. Nee, very low zegt bijna niks. Ja, ik schiet er een. Aan het runnen. En toen heb ik geen bloed meer. Ton, je ziet westje iets. Ga je erin naar richting open veld? Hier ook. Ja, ik heb hier meer tracks. Sporen zijn er niet meer. Hij is er hier rechts. Eens even kijken. Zijn ze weer aan het trotten? Nee, we waren nog steeds aan het rennen. Restzone van 1 tot half 6. Ja, dat is al geweest. Ja. Helaas, ben ik als. Ik heb hier een ontlassing, fris. Oké. Wat? Ja, helaas. Oké. 10 voor 2. Wat? Wat? 10 voor 2 zeg ik. Nou liep die. Hé, hey, hallo. Ja, er werd niks meer met dat bloedspoor. Nee, ik denk dat we allemaal te ver weg waren. Die heb ik wel te krijgen, ja. Hey, Binket, good evening. Yeah, almost like that, yeah. Sometimes we do. So, welcome. Doing well. Let's see. Jezus, we hebben wel flink ronden nou gelopen ondertussen, zeg jezus. Moet je eens kijken waar we zijn begonnen. Ja, ik zit ook al te kijken. We hebben echt een gigantische ronde nou weer gelopen. Holy crap. 300 meter ten noordwesten van ons en onze ethiek. Ik heb hier een fresh spoor. Ja. Ja, een beetje... Ai! Ja, Becky Beecat zet zo in de chat, shoot the other hunter, oké. Okay. There you have it. Nou, laten we naar onze ET... Weet je wat ik dat was? Goed idee. What are you doing? Oh, ik zie een tent. Ah, coming. Yes. Vehicle has arrived. Ik denk dat wij naar de lookout point gaan. Iets verder ten noorden. Oh, daar helemaal. Ja, dat is goed. En dan zitten we eigenlijk een beetje in vers gebied weer. Dan kijken we of we vanaf daar... ja, precies. Even wat kunnen vinden in de ochtend. Ja, good idea. Everybody has yes. Oké, waarvoor moet je mij al vertellen? Nee, Jans was eerder. Nee, niet vaak, Jans had de andere kant. that is a nice way to begin the journey. Rob. Hallo. Daar was een boom. Ja, blijkbaar. Ik heb hier een hele grote keutel van bison volgens mij. Ja, precies. Ja, volgens mij zitten we weer bij jou. Hey. Volgens mij zitten we bij jouw bison die je eerder had gevonden. Dat lijkt er wel op, ja. Vodka, hoi, hoi! Woehoe! Dat is wel in deze regio, ja. Bro. Bah, ik zat vast. Hey, kijk, je hebt de baan weer. Mooi. Oh, wat else? Oh nou, houd recht. Alle! Ik heb geen grip. Oh, zo'n boom weg. Ik kom niet meer recht. Dat is beter. We kunnen het nu zo'n gas maken hier, geef hier. Als je iets naar links gaat, heb je een paadje die ik het volg. Ja, ik kom eraan. Ik zet een Mexicano-kanaal aan voor jullie zo. Kom. Ik zit al op het pad. Zo. Wat was dat? Een stuk boomstok. Ja. Dat is hartstikke. Had ik er ook. Ja, dat is ook een goeie, ja. Die van mij ligt beneden. Oh, jammer nou. Dat is niet zo'n succesvolle uitvoering. Unlocked. New location added to the map. Het was de bedoeling dat je juist eroverheen ging, maar oké. Pak je dat ding altijd voor jezelf? Ja. Hebben wij... Het is eigenlijk de bedoeling dat hij eroverheen ging, maar dat lukt niet meer. We zijn echt serieus langs een huis gelopen. Een oud poort. Oh echt? Ja. Oh lol. Ah, dat is ook niet. Volgens mij zijn er veel meer buildings dat we hebben. Zo. Nou. Goeiedag, we waren al gelopen. Dat kan je zeggen, ja. Mooi. Laten we eens kijken wat een prachtige omgeving. Ik ga me hier niet opspringen. Nee. Nee, dat doe ik niet. Zo goed, hè? Ja. Probeer het eens, Tom. Jansen, jump. Het ziekenhuis staat er klaar. Ja, ziekenhuis is ready. Ik durf voor niet. Oh, het is ook niet zo hoog, hè? Het scheelt. Cool. niet zo makkelijk op, nee. Oh, je staat in de weg. Ja, dat idee had ik ook al. Ja. Hij leeft nog! Nu niet meer. Deze keer was één voor, hij was niet zo diep. Nee, maar heb je al gehoord het gerommel van dat onweer? Nee, ik ben echt op de wet. Kijk, we hebben een maan. Oeh, Red Moon. Ik zal zo even gaan slapen, dan is het zometeen in één keer ochtend. Ja. Dan kom ik nou weer boven. Zal ik het belgen? Lovely. Hey, rise and shine, wakey wakey! 6 uur in de ochtend. Ja, dat ja. Die motor, jij niet meer? Ik was het niet, hè? Alsjeblieft! Allee, zo jagen we alles weer weg. Dat is ja. Warme tijden. Anyway, ik ga die van mij even opzoeken. Doei! Gaan we met die dingen weer rijden? Oké. Kijk of we hier een hier iets kunnen vinden. Tracks. Dat was geen succes. Holy crap, holy. Geef een beetje hard, Jos. Je bent beneden jij. Was een beetje rood. Nou, nu niet meer. 2 kilometer. Ja, ik ben ook bijna dood. Oh, ik heb wel een alert hier. Volgens mij is dat een Rupka alert. Wat? Kan iemand even een tentje op? Ik ben hartstikke dood. Je bent in Rittenveld. Waar we eigenlijk trouwens wel, wel effect hadden. Misschien is het wel handig om daar naartoe te gaan. Ik zou er wel even een tentje neerzetten. Nee, maakt niet uit. Oh, Jans is hier al. Gezellig. Hé, hey, kom zo uit de paal! Oh mijn god, hoe ging dat ook weer? Fast travel. Ja, fast travel. Ja, toch klopt. Maar we moeten de tent even zoeken. Ik ben bijna dood. Echt al. Dat is een map, Tom. Nee, ik denk dat het er door rijden kwam, want ik op een gegeven moment kwam ik op mijn zij, er gebeurde er niks, kom ik nog een keertje op mijn zij. Als ik dood en die over daar heen. Waar kan ik nou de map vinden weer? Map, M. Kom op. Ik heb altijd het idee dat ik aan de verkeerde kant zit. Waar zitten jullie? En dat daar beter is. Ik had de hele tijd... Zit nou toch? Nee, ik pak deze wel. Bewegen jullie eens? Hi, hi, hi. Hi, Tom. Nee, als je naar de map gaat, Tom. Ja, dat zie ik. In het midden van de map. Zeg maar ten oosten van je. Rudolf, fijne avond nog. Tot de monniken, zou ik zeggen. Jo, heel leuk. Ah, oké. Hé. Daar is een squat. Ik kom eigenlijk voor rest niet echt voor me bij te hebben, maar ik alles niet. Ik zie dat tentje niet. Nee, dat is een huisje. Ja, dat is huisje, maar kijk dan de travel. Ja, als jij op de kaart zit, ja? je ziet ons. Ja, zo. Ik zie hier, een blauwe stip en dat is een refcu. Ja, daaronder staat een huisje, als je inzoomt. En als je daar op, gewoon links op klikt, krijg je fast travel. Nee, kijk, place waypoint. Is dat huisje voor jou wit of groen? Groen. Nou, dat vind ik ook wel grappig. Dan heb je niet geclaimd. Dus ik heb het tegen voor je neergezet. Ik kan voor 500 punten kan ik een vrouw worden. Dat is goedkoop. 5000. Ja, maar dit, nou echt. Afzetters. Doordat jullie daar blijven staan, ja, waar je nu staat, zie ik dat tentje niet. Dan gaan wij hierin. Dan zie je helemaal geen tent. Er staat geen tent. Hirsch Dorf, Flush en Schönefeld. Yes, ik ga wel die tent wel even verder zetten. Ja, kijk, ik zet hier wel met een bungalow neer. Ik kan hier geen tent neerzetten, waar staan we? Oh, hier. Ton, zie je die? Ja, dan moet je even weglopen. Ik zie echt geen tent. Volgens mij zit je gewoon op de verkeerde plek te kijken. Nee, want ik zie jullie beweren. Ja, nou, net daarboven heb ik een tentje neergezet. Er staan twee tenten nu. Ja. En ik sta precies tussen de twee tenten in. Ja, ik zie nou een tent. Ja, kies maar. Yay! Hij is zo wit gegaan. Kouwerberg. Ik wil wel graag mijn tent terug. Ik heb het gewoon oppakken, hè? Ja. Nee, maar hier hadden wij ook al geluk met... Dan ga ik dat huisje pakken. Die heb ik niet gepakt. Kijk, moet niet indenken. Precies. Nou, pak je ondertussen nog even wat lekkers te smikkelen. Kijk, er wel handen van. Nee. Ja, en aangezien dat ze toch lekker in de kamer waren bij die Embo. Lekker van profiteren. Dat is nog rood. Nou, ik heb hem nou ook geclaimd. Mooi, goed bezig. Oké. Ja, als je hem hebt geclaimd, dan krijg je ook weer XP en zo erbij. Dat is waar. Let's move out. Kijken hoeveel we wat kunnen vinden. Goh, nog één dag is weer weekend. Hé Tom. Ja, ik weet dat je vakantie hebt. Ja. Oh. Och heden, een groot ding. Oh, het is een kwart over 7. Ik zit nou ook op dat ding te kijken, maar ik snap niet wat jullie zien. Net. Ik zie een werk. Nou, volgens mij is gewoon een navigatie. Nee, niet. Hier is van. Nee, de weg is hier. Deze. Ik wil zeggen, de weg is niet weg, hoor. De weg is hier. Ik heb het trek gevonden. Ik heb de droppings gevonden. We are on track. Very old road here. Very fresh. Oh, hoe dan? Wat? Ja, dat vond ik ook. Dan was hij very fresh. Ik heb very old droppings van de road hier. Ja, ik heb ze very fresh. Very fresh? Nou ja. Kouwerberg. Ah, tracks. Hier, tracks. Nee? Jawel. Niks? Wij staan. Schrap. Natuurlijk. Waar ik sta, nou ik zie niks. Ja, ik kijk. Ik wil niet zeggen dat we weer uit zink zijn, hè? Holy crap. Doei Jansen! Come back here. Ik was bijna dood. Ja, ik ook. Tom was defeated bij Gravity. Wat? Hoe dan? Shit, mijn dad. Allemaal? Ik kan serieus als enige weer levende. Kunnen we wat aan doen? Gaan we wel een tentje plaatsen op. Ga jij maar een tentje plaatsen? Alsjeblieft. Ik heb het wat vinger. Wij zijn tent staat klaar, hoor. Tent staat klaar? Nu niet meer. Tent staat klaar. Nou, ik zag het niet alles zo snel op me afkomen. We zaten maar 200 meter verder van je. Daar is het dichtstbijzijnde huis. Ik heb hier twat, ik had hier zotting. Ik loop wel. Hey, ga niet naar de verkeerde kant nou, hè? Ik heb trots ik deze kant op. Ja, ga weer hier niet naar beneden. Ik ben naar boven aan het gaan. Oh, ik heb hier volgens mij droppings. Wil iemand raden of dit hele verse of hele oude zijn? Ik denk dat ze stokhuis zijn. Yep, very old. Ja. Skillpoints zien op welke. Het is jammer dat je niet kan zien hoeveel skills ik moet hebben voor een nieuwe skillpoints. Ik weet niet meer. Oh, daar ook. 170. Oh, daar weer. Oh, Pinks, ik ruik niks, zullen wel oud zijn. Dat dus. Dat denk ik wel, ja. Die drugs ook niet, dus dat scheelt. Hey, tracks. Ah, kijk, hier heb je eerst. Eitjes. Fresh. Nou, ze zijn fresh. Very old. Nee, very fresh. Old. Fresh. Old. Fresh. Old. Fresh. Shut up. Nou, kan er helemaal eens kijken. Fresh. Ja. Very old. Hier, druk je maar. Ah, hey! Nou, very fresh. Ja, dat is very fresh zelfs. very fresh. Oh, geweldig. Nou, volg de very fresh maar dan zou ik zeggen. Ik heb een marker point richting het noorden staan, richting plaatsen. Ja, zo. Joutje. Ja, ze catch. Dit is een beetje een rood mutsje heb je op, Ton. Ja, leuk hè? Nee hè? Nee hè? Ja. Wat? Dat is weer een diepte. Ach wel nee. Ach wel ja. Je merkt er maar één keer iets van. Ja, dat is waar. Voor meerdere duiven. Ik hoor nou alles wel wat ik wil horen. Eins, hey, trek. Oh nee. Eins, trek, ja? Nee, bloempjes. Ja. Wat koekjes? Bloempjes. Madeliefjes. Bloemen. Trek. Yep, trek. Die kant op. Rode vos. Nou, moet ik niet hebben. Een trotting. Wat een berg, ik kruis achter ons. Ik zie de naam op 2 voor me lopen. Vosjes. Hij zag er niks. Toen ben ik niet. Nee, dat is een building dingen. Yep, building. Boring. Meestal als er wat building is, dan is er wel wat in de buurt. Ja, dat is waar. Dat is waar. $1700 build kost. Dat is goedkoper. Is het al? Ik hoorde wat. Ja, ik zie ook wat verborgen gras. Investigation. Oh. Kun je wat zien? Ja, ja. We hebben wel een weg geroddeld hier. Ja, dat vind ik echt niet leuk. Echt, wat hoorde je? Ik zie niks. Nee, ik ook niet. Ik heb geen trek, maar ik hoor wat. Ik zie alleen een ton in mijn beeld. Positief, jongen, positief. Gregory. Gregory. Ja. Shut up, zeggen jullie daar wat? Ze blijven mij gewoon in de mallingen, hè? En dan moet dat er niet meer bij mij doen. Nee, want ik heb nou al kogels, hè? En de kogels niet doseren, hè? In de kontje. Ze zeggen dat gij ouw. Nou, dat was laat maar erin. Het schild is die nu. Yes. En ja. Mooi gebied hier, maar niks te vinden. Nee. Ik zal eens even kijken. Want we hebben daar wel wat. We hadden wel wat in het begin. Ja. Dan zit de fellow die niet zo'n tot 9 uur. Als we nou eens een beetje richting het zuidwesten, een beetje met het waterstroming meegaan, een beetje. En dan zo een beetje die hoek in gaan lopen. Richting welke? Een beetje nou richting het zuidwesten. Een beetje met de rivier mee. Dat kunnen we doen. Misschien dat we dan iets meer geluk hebben, denk ik. Het is wel in de richting van de wind. Oh, daar schiet niet op dan. Ja, dan weet ik het ook niet. We kunnen ook even kijken of misschien wat aan de overkant van het water kan. Ja? Bij crossing. Ja, kan je zwemmen, jongens? Nou. Laten we daar eens kijken dan. Vind je het dan erg als ik bij jou op je rug kom zitten? Ja. Waarbij je hebt Rob. Je hebt toch van die zwembaantjes om? Ja. Die houden mij niet. Nee? Nee. Zorg maar dat je jas dicht zit, dan... Nee, ik heb geen jas aan. Nee, wat is dat dan? Camouflagepak. Ja. Hoor. I think it was like a raincoat. Wat zei jij? Ik? Wat? Ik zat er niet, hè? Jij was een motto. Persoonlijk. Maar weer een building uit. Ickwatsbridge. Oeh. Ja, weer inderdaad, volgens mij is dat weer building. Of het is een information point ervan. Zou we ook niet verbazen. Hey, Carl. Red Fox volgens mij. Ja, weer zo'n foxje inderdaad. Ja, dat is een building. Oh jee, weer. Wat anders hier. Ja. Hij wordt iets opgetrokken. Dat werkt dus niet. Nou, ik ben bezorgd voor jullie van limonade, maar ik krijg gelijk de ik. Oh. Dus het voelt niet lekker. Weer naar boven. Ik heb het gebeurd. Zo, het is in richting het water. Walking fellow deer. Richting het water. Ja, inderdaad. Kijk nou, wegwijzer. Hoe staat dat nog? Petershain en Ickwatsbrugge. Hein? Oh, Petershain. Petershain. Nice. Ik heb een brug gevonden. Ja. Not te ver. Ik heb meer tracks gevonden. Vlak voor de brug. Beter. Hele vol tracks gevonden. I think we're on the right track. Crossing Velody. Red Fox is de kant op. Heleboel waterimpressions. Ik heb geen idee of deze brug nog wel intact is. Merk je vanzelf wel. Oh ja. Wel een steile brug. Beerberg. Nice. Informatie. Echo's Bridge. An 150-year-old semi-circular bridge, famous for forming a full circle in the water on a clear day. Ah, that's the reason why. Just now, droppings van een foxy. Kijk. Door het water gaan die fox. Kijk, een cirkel. Nice. Ik heb hier nog meer. Een fellow deer. Trotting. Walking. Meer tracks hier. Trotting. Ja, inderdaad. Heel goed steen. Ik heb een dijk gevallen, of een dam. Ik dacht op een dam, maar het is een dijk. Ik heb een bunker. Kun je dan een trek? Een trap. Oké. Telt de trek inderdaad. Meting call, fellow deer, dichtbij. Heel dichtbij denk ik, ja. Ik weet niet of je daar zoveel mee kunt schieten. Je hebt birdshot. Alles wat raakt is goed. Tot ziens. Echt in. Ik heb een trek hier ook. Tom, als jij die trek volgt, ja, ja. Wij even kijken richting die sound van de wind. Druk mij aan de kant. Aan de andere kant, komt nou van Ton richting van Ton aan. Ja, grappig. Een meting tool inderdaad. Ik heb weer iets. Oh ja. Wij hebben een building. Probably. Redford. Oké. Ja, building ding. Wel of hier? Meer fellow deers. Eentje richting de kant van Tom. Yep. Richting mij. Ik heb hier een hoop tracks. Ja, wij ook, maar ik zie nog niks. Allemaal trotten. Oh, met automatisch lopen. Gekjes, trekt zich aan richting het water. Sommigen. Ja, misschien worden ze wel heel even drinken. Ook wel een keertje. Ze zijn niet naar boven gegaan, ze zijn niet richting die pines gegaan, ze zijn de andere kant op. Het is de andere kant te krijgen, ja. De ene trek loopt bij mij rechtuit, de andere trek gaat richting water. Ja, kan toch wel. Soms, dat is het moeilijke soms om juist het goede trek te vinden van welke kant je denkt het meest succesvol te hebben. Dat is real life ook. Ja. Allemaal recht. Ja, en ik zie toch niks. Ik zie wel een berg. Ja, dat sowieso. Strut. Zwartpakker. Voor die hoek. Hier. Rotsing, richting Ton. Ton is weer terug. Hier. Beter. Ja, ik heb hier een... nog meer trucks. Zwaffing je fel uit. Het gaat echt weer richting jouw kant inderdaad, Ton. Ja, maar dan gaat... Ze zijn overgestoken. Over het water heen. Dat kan. Ja. Want zit er goed in. Hier oversteken. Ik zie elke keer ook wat naar rechts, maar dat is Rob. In de buurt van boven loopt. Ja, ik probeer meestal niet in de boom te lopen meestal, maar soms kom je er niet aan. Ze zijn hier overgestoken. Jezus. Ja, ik heb hier ook geen tracks meer, dus ik denk het haast wel, ja. Nou, ik ben al aan de overkant. Want ik heb hier nog meer tracks. Ja, ze gaan allemaal rechtdoor bij mij. Ja, die zijn een rondje aan het lopen. Kijk eens op die kaart. Oh, ik heb hier een kudde. 12 uur. Ik heb de één geraakt. Zitten we in de buurt van de Echo's Bridge? Ja. Nee, wacht, maar we hebben al ooit de oude heel even gelegen. Ik heb een bloedspoor. Nog een bloedspoor. Nog een bloedspoor. Vol droppings. Gold. Wat? just now. Geen bloedspoor meer. Oké. Opvolgen. Ja, ik kan ze. Heel dichtbij warning call in de buurt van Tom. Ja, ik hoorde hem. Oh, ik kreeg niet eens de kans om te schieten! Oh my god! Ik word aangevallen. Oh, ik wilde nog schieten, maar daar had gewoon geen zin meer op. Ik aan een kopstoot te zetten, u tegen. Ja, inderdaad. Ik ben ook al dood. Oh. Nou, dan hoef je geen tent te plaatsen. Ik probeerde nog te schieten. Ja, ik wilde wel, maar... Oh. Oké, ze zitten dus in die regio. Ze zitten in de buurt waar we ze net vandaan kwamen. Jee. Ja, dat dus. Hij is weg uit mij, Tom. Ik hoop toch nog wel iets te kunnen neerschieten vandaag. Ja, maar ik had er ook een geraakt. En ineens krijg ik een kopstoot. Ja. Shit happens. Schrok me wezenloos. Ja, dat stel je niet van aan. Ik zag in één keer iets in het beeld van staan, ik wil schieten en hij is aan het vliegen. Helaas, ben ik huis. Doe je niet veel aan. Ik denk dat we richting het zuiden misschien, richting de dingen, dat we daar misschien ook nog wat kunnen vinden. Muziek krijg je omdat je in de safe zone zit. Huh? Waar zit je in de safe zone? Nee, ik ook niet. Wat op? Nou, als je daar bij het huisje bent, dan krijg je die muziek omdat je in de safe zone zit. Nou, niet specifiek. Als je naar een andere zone gaat, ja, ook dat. Niet zo daar. Loop ik nou... Even wachten, loop ik nou weer te horen? Zo? Ja. Dus een beetje ook. Je moet niet zoveel tappen, Tom. Hoe kunnen nou de tappen aanwezen? De kapslok. Dat is kapslok. Ja, dat bedoel ik. Ah, ja, ik zie het. Ik heb het. Ja. Inderdaad. Kijk, nou loop ik weer gewoon. Wat moet jij? Wat wil jij van mij? Hé, moet ik naar boven worden, hè? Hé. Hier, vlak bij. Dat was je hoor. Oh, dat was. Ik ben toen niet alleen maar die koos blijft kwijt te laag, dan alleen dat is fun. Dat was. Ja. Zucht, inderdaad. Doei, Ton. Laten we 500 meter die kant op gaan. Bye bye. Dus richting de niet-zone, die actief is van 9 tot 1. Oh, zucht, ja precies. Is dat dus. Actief zone? Niet-zone. Dus waar ze iets needen, dus sliepen en zo. Exactly. Aanwagen gelegd. Meting call. Niets in de buurt. Nee. Heel veel moeite kreeg het in beeld. Everybody has been replenished with hell. Ja, dat zal wel. Ready for the hunt. Ja, dat zeker. Zo. Gaan omhoog. Ja, is doable. afstand volgen hier. Dichterbij, warning call. Ik zag een microfoon in mijn face. Oh, stop, stop. Recht voor. 1, 2. Oké, rennen. Wat? Andere kant in. En ik zag hem nog meer verderop. Ja. Yeah. Running. Geen bloed. Oh wel, hier. Eating zone van 5 tot 9. Very low. Links was het. Oh. Ja, ik heb hem gezien. Dus nou. Very low. Running. Ik moet zeggen, ik begin ondertussen wel aardig goed te worden in een spot van die dingen. Ja, ik moet er nog een beetje aan wennen. Ik heb hier bloed. Ja, komt dat. Ja, dat gaan we wel bloed. Ik moet bij deze kant in. Ik heb hier nog wat. Ik heb hem gevonden. Oh ja. Hier ja. Nice. Flash left humerus. Ik heb de voorbeen geschoten. 651 cash, 87 XP. 300 scoren. Okay. Die weet ik nog. Ja, dan gaan we richting de niet zone. Dus dan gaan we richting het oosten. Hey, typisch dat die hier niet rood voor is. Nou, ik kan zeggen dat dat te maken heeft met diegene die al rood was. Ja, dat zou kunnen. Dan gaan we hier denk ik tussen de bergen door. En dan kijken of je daar wat kan vinden, dus lead the way. We zullen eens kijken. Kom. Op een gegeven moment als je iets in je vizier hebt, gewoon boem, schiet dan aan zit wel weg. Ja, dat probeer ik bij die neder straks ook te doen. Alleen dat pakt in de partij toch net iets anders. Ja, ze zeggen ja, ik zie wat en dan is ze bang. Ja. Ja, dat... Probeer ze zoeken waar Jansen staat, waar die heen gaat. Ik zag niks. Ik loop even achteraan. Er zit weer een reetje in het vuil. Ik heb daar die... daar, oké. Want we gaan richting de niet-zone van 9 tot 1. We gaan inderdaad richting de niet-zone. Dus grote kans dat je zo meteen wat ziet. ...400 meter tot de niet-zone. Iets? Nee, het was een taxi. Ja, al Maitenkool Road hier recht vooruit ongeveer. Niet dichtbij. Dus we gaan de goede richting de goede kant op. Prachtig. En ook weer zo'n building ding zo te zien. Trek? Nee, dat is een niet-zone is dat. Dat is de road die je niet zo van 5 uur 's ochtends tot 9 uur. Staat er eentje bij een baal. Warning call. Ik heb er hier 3 op een rij. 1, 2, 3. Die was raar van Mike. Ja, mij ligt. Ik ga die van mij volgen, die rent. Mij ligt? Ja. Mijne ligt bij die paal. Nou, ik denk dat die van mij, want die schoot ik. Ja, dan heb je denk ik dezelfde geschoten. Dit is een flash wound die inderdaad richting die kant gaat. Ik denk dat we hem allebei hebben geraakt, Ton. Zal eens kijken. Ja, allebei. Ik 93, jij 7%. Dat betekent dat jij de cash krijgt. Ja. 70%, was toen. Oeh, dat was een best goede hitter eigenlijk. Voor mij doen dan, hè. Ik had niet zoveel. 66 meter. Flash right long. Oh, oké. We hebben allebei in het vlees geraakt, maar ik had nog de long. Nee, blijkbaar. Ja, nice. Even kijken, accept. Nice. Kool, het zit bij me, Maar je zit daar al helemaal. Ja, tuurlijk. Als je het met meerdere raakt, krijg je sowieso op iets. Ja, Ton die krijgt ook wel iets, maar die had 7% van de kill. Jij had 93%. Ja. Oh, recht voor. Raken. Ik weet niet zeker. Ja, maar te ver weg. Ligt er eentje. Het is veel te ver, denk ik, Tom. Dat is mijn... ik heb die van mij gevonden. Flashwound 100%. 96 XP, 664 cash. Hey Victor. En het trofee rating van 1 met 335. Oh, daar had ik niet op gelet welke trofee rating. Range weapon score 56, distance 108 meter. Oh wow. In het been geschoten. Oké, netjes, netjes. Die walking, de andere kant op. Ik denk dat dit naar het andere veld getrokken is. Rustig aan en proberen te terug te lopen, Ton. Echt wat helpt hoor. Weer een goal. Hier. Ja, richting het oosten, richting het oosten. Ja, ik zag het. Ja, de niet-zone is heel ietsjes ten noorden van die kool. De niet-zone. Tom. Ja? Hoi. Hoi. Skumbekker. Ik tel een heleboel balen die niet zijn opgehaald. Kool, ja. Die kant. Oh, zo, die is heel vlak bij me. Rotting, Melodius. Kans op van jullie. Holy crap, wat een hop. Kool vanuit jullie kant. Ja. Ver weg voor mij. Voor jou heel dicht, voor jullie heel dichtbij. Nee hoor. Oh ja. Andere, Rob, andere. Rot zonder je. Even. Weg van de niet. Rupke. Die pijpleiding weer kapotgeschoten. Even niet onder, een momentje, ik ben even iets aan het achtervolgen. Six. Ja, nu moet ik rennen. Kom aan, rennen. Dus dan heb ik hem meerdere keer. Oh ja, haha. Kijk erboven. Als die niet dood is, dan weet ik het ook niet. Is het dood? Oh my god. Ik zit in de buurt van een niet-song van 5 tot 9. Rob. Wat is dit? Ik ben vlakbij. Ik weet niet wat dit voor scoren is, maar... 790 punten heb je. Ik heb 210 cash en je hebt een zilver. Want je hebt een difficulty minor. Hey. En dat houdt in? En je hebt een trofee... Atlas heb je als trofee. Van dus het gewei bovenop. Ik moet wel zeggen dat ik hem al heel vaak heb geraakt zo. Ja, dat komt dan elke kogel wat je hebt als je dichtbij hebt is telt als eentje. Ja, dus achteraf had ik hem beter met die anders kunnen schieten eigenlijk. Ja, goed. Ja. Ik vind hem toch goed gelukt. A beaver felled a tree on one of your portable structures. It has been removed from the world and returned to your storage. Wat? Oh, volgens mij is die ene hut die we hebben opgezet, die is neergevallen omdat een bever het heeft opgegeten. Stoute bever. Ja. Ik kom die kant op. 500 meter. 600 meter. Weet je wat? Ik kom even die kant. Oh, stop. Kom maar niet met dat ding. Niet komen met dat ding. Wat nou weer? Hebben jullie een kudde? Nee, ik heb er een heel goed geraakt. Oeh. Nou, we rennen dus. Ik kom die kant op hoor, dus... komt wel goed. Dit was een he... Ik heb zelfs cash reward gekregen volgens mij van Tom. Nee, ja. Dat betekent dat Tom heeft iets geharvest. Ja. Dat betekent dat jij die hebt geschoten. Dat bedoel ik. Dus het kan goed zijn dat ik die al een keer eerder heb geraakt. Score 232, waar staat dan de naam die... 100%! It's something. Oh. Laten we zo zeggen, Rob, die 100% aan de rechterkant. Ja. Yeah. Ik wil alleen maar zeggen dat jij als enige hebt geraakt. Dat is de, dat is de verdeling. Daarom zag je bij die andere ook Ton 7% staan, omdat hij hem ook heel even heeft geraakt. Maar hier zie je dat jij een, gewoon een bronzen hebt, omdat jij een trivial hebt. Je hebt geen trophy type, 501 punten en deze is voor wat minder waard. Ja, nee, precies. Maar ik vond het toch een mooi schot. Hier zat inderdaad de rupke. Je hebt een heel mooi schot gedaan. Ja. Ook een best lang schot voor mij doen trouwens. Ik vond het uit. Hoe moet er nou uit? Oké, dit is... Hoe komt het er nou uit? Ik weet niet waar je in zit. Ja, ik heb hier een trofee, ja, en er staat jouw naam bij. Gewoon accept. Oké, er is er eentje hier. Hi Rob. Er zit eentje vast hier. Kwam. Dat was een van jullie, dat was een van die van jullie. En ik schoot gewoon nog. Zou het goed kunnen. En die zat hier vast. Ik word in één keer lopen en daar zo van, what the f. Ja. Ik moet zeggen dat hij wel een verrekte goed veld is, want ze komen hier echt random door elkaar nog lopen. Ik heb hier trek. Ja, dat stikt de rood voor iemand rechts. Ik heb een heleboel running tracks. Aan mijn linkerkant schuin. Nee, jongens. Nee. Deze kant op. Ik heb deze kant op. Ja, daar had ik mijn hele grote te pakken. Ja, weer daarheen. Het is ook heel erg rood hier. Ja, dat verbaast me niks eigenlijk hier. Bijna alles is hier tegenwoordig op dit moment rood. Het is zo rood dat het, omdat het wel best veel allemaal hebben geschoten hier. Ook behoorlijk veel. Nou, dat gaat ook weer daarheen. Mr. C has been busy. With? Leaderboards. Progression. Deze gaat weer. Iedereen die ik in mijn lijst heb. En Mr. C heeft 199. Oh, wow. 1000 XP. Neil heeft 13.000. Stine heeft 5.000. Jij hebt 3.000. Tom heeft 2.000. Oh, wauw. Kijkjes. Dat is best wel... Rittenveld en Echo's Bridge. Rittenveld voornamelijk. Ik val ook diep bij jullie meeting call. Wat? Huh? Meeting call bij jullie in de buurt. Ik hoor nog niks. Ik zag nog niks. Ik zat in het menu. En bij jou ook? Ja, dat is een Red Fox. Dat vind ik sowieso niet echt zo interessant. Very fresh dropping. Red Foxen zijn eigenlijk de enige wat ik niet echt zo veel tijd in probeer te steken. Eating zone van 9 tot 1. Ik dacht dat je een dier was, Tom. Hallo. Ziet er zo eng uit? Running fellow deer. Buurt van Rob weer. Very free. Trotty. Al die ganzen hier doe je ook helemaal zo van. Yep. Ik ben mijn spoor niet kwijt. Ja. Warning call road hier voor mij. Dus richting, als je rechtdoor gaat, dan kom je inderdaad richting... Dus richting jullie, zeg maar. Ja. Oké, zo die kant in. Een berg met ganzen hier kwam wel uit. Ja, dat had ik hier ook al. Heel irritant. Beetje fox. Oh nee, Rien. Oh, oké. Rain. Probia. Ik hoor wat. Wat ga je? Tikt bij jullie dan bij mij? Bij mij. Ja, ik hoor hem ook duidelijk. Volgens mij... Als comeback nu ben ik de scope kwijt. Vital hit, just now. Kut. Ik heb hem gevonden. Het rival 501, bronscore 678, cash 137 XP. Big kill. Wat vond je bij kwijt? Ik heb hier heel veel trek. Ik heb in de buurt richting Rob heb ik een fellow deer. Wat? Warning call. Ten zuiden van jou, Tom. Ja, ik zag het. Bij mij in de buurt. Dus nou. Oké. Even naar Rob toe. Rotting. Voor een red fox. Met de box. Ik had er net bijna weer een, alleen ik ben kwijtgeraakt. Moet je even terug naar waar je het had, maar je kunt ook zien, je moet niet alles gelijk examine track doen op de grond. Nee, je kunt zien wat het op ligt, wat voor soort voeten het zijn. Ik zit weer in de bisonbuurt. Wat? Ik zit bij de bisons. Oké. Okay. Nice. Was in het zuin. In principe is dat geen bisongebied. Ja, toch. Kon ik hier een trektijden van de bison. Ja, bison zitten ze in het oosten in Tienchenau. Van het noorden hebben we helemaal nog niks ontdekt. Pol in de buurt van Rob. Sorry, Fox zijn. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik had hier ook een Rittenveld. Had je net ook. Nou, ik zet hier wel even een tentje op. Kijk eens eventjes spion. Even waar is de ingang? Als een vos. Kan ik horen. Nee, bij mij niet. Bij mij was het een rode. Kijk op een vos. Items van je wishlist dan op zit. Oh, die heb ik nog net niet binnen. Hi Tom. Hi. What you doing? Hè? Ja, ik zat een beetje ver van jullie weg. Dik 600 meter. Van de manier is mijn scope de hele tijd weg. Die kun je terugpakken hoor. Ja, dan moet ik hem even van mijn wapen afdoen en er weer opdoen. Juist. Heel eerlijk. Dat is, heb jij een scrollwieltje? Ja. Moet je die indrukken, komt hij terug. Oh, dat. Fijn dan. Ik ben niet zo goed. Denk ik, 9 tot half. Drinking. Had ik al. 9 tot 1 uur. Dat is in de buurt van mijn koord. Kom deze kant op, wees stil. Ja, ik ben even stil. Waar hoor jij dan? Meting call, fellow deer. Mij Rob iets te pakken. Ja, zo. Je zit ook tegen een baal aan. Balen? Nou, als je ze eens een keertje opruimt. Ik zou even reloaden op jouw backshots leggen. Die is heel dicht in de buurt, maar ook echt heel dicht. Ton. Die is extreem dicht in de buurt. Ja, ik hoor het. We zijn 100 meter achter jou. Kwam die in de buurt van ons vandaan? Of? Nee, hij ging volgens mij richting jullie. Dus het geluid kwam recht voor. Ja, ik zie hem. Ik zie er meerdere. Waren er twee. Kut. Dat wapen is zo traag. Ik heb het twee keer geraakt. Hij gaat nou naar links toe. Of naar rechts toe. Ik weet niet. Very low. Dag het. Helemaal kom misgelopen omdat mijn wapen niet meer snel genoeg meewerkte. Wat dat betreft is dat wapen best wel traag. Hoe bedoel je die buckshots? Nee, die andere. Doordat ik hem kan richten. Het richten dus heel lang bij dat ding. Dus nou. Hier iets deze kant op. Bloed. Waar? Heb jij bloed? Ja. Ik schat er twee keer, één in zijn reet en één in zijn rok, in zijn hals. Ja, dat was wel jammer. En bloed de spoorweg kwijt. Ik zie wel blauw, zie je deze kant. Running. Cool, vlakbij, zo. One is ja, cool, red fox. Oh. Simpel rode box. Ik zie niks. Oh, andere wapen. Ik heb hier weer een trek. Ja, dat is niet de trek die we zongen, die we hadden zo. Nee. Maar waar is zijn bloed dan? Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Ja. Ligt hem. Ja, dat is hem. Tom. 62. Ja, fles rijdt scapula. Zo. Fles pelvis. Totaal 100%. Heb ik hem inderdaad niet geraakt. De cash is 495. September. 12 XP. Dat is net zo vervelend dat hij echt zo traag reageert. Dan heb je eentje in de verre kijken en dan moet je gaan schieten. Dat duurt echt een eeuwigheid. En dan als je wil gaan kijken, dan is hij weg. Trophy score 1. Hoe dan? Oh ja. Huh? Make it count. Down an animal with your last round of ammunition. Ook een random achievement. Eens even kijken. Rob zit daar, Rob zit in het midden van een rood gebied weer. Ja, ik zag er net weer wel een lopen. Maar voordat ik kon reageren was hij weg. Het is altijd al. Het lijkt wel of die muis soms niet gewoon... Ik zet even een party tent op voor ons. Celebrate. Ja. Zo jammer. Party tent staat. Oké. Okay. Voor de Mexicano's erin. Ben jij die dingen los? Gadverdamme. Zo dingen. Ze zijn hout. Zo, kool, vlog bij me. Ah, dat is weer zo'n red fox. Ik zou zeggen, kom maar naar de party tent. Ja, ik denk dat ik deze hecht alweer gewoon kwijt ben. Hij heeft toch gewoon een aantal geschoten weer. Ja, maar ik vind het toch raar dat hij zo traag reageert af en toe. Soms moet ik echt 2 keer klikken omdat hij hem pas pakt. Heel waar. Nou, onderweg naar de partytent. Even rood hier. Rood hier. €20, €40. 50, dus dat is serieus een uur en 3 kwartier daarvoor. Oh nee. Jongens. Kiekeboe. Moet je eens kijken hoe de... Het wordt in één keer heel erg mistig. Ja. Ja, dat viel mij ook in één keer op. In één keer... There's no party like a tent party. En ik zie een monkey. Het loopt richting de tent. Ja, fire. 60 Hi. Meter. Ik zie ze op 50 meter. Oké, okay. Haal hem om eens op. Roaio. Scheef kan je zijn. Ik zal maar afschieten. Next shot. Hij had dat... Je hebt dat pas geschoten vandaag. 2 stuks of zo? Ja, waarvan 3 eigenlijk wel kunnen raken, maar gewoon compleet misgeslagen hebben omdat die scope niet meewerkt. Soms gebeurt het. Soms gebeurt het. De Z. Ja. Als jij de scope gebruikt, moet je op de Z drukken. Nou ja, nee. Nee, oh, dat niet. Hij heeft ook een... Oh, nee. Ja, ik heb hem al. Dat is een shift. Ja, dat doe ik constant. Nou, alleen met dat... Als je iets met een verrekijker kijkt... Dat dus. Dan... en je wil naar je wapen toe schieten en dan moet je ook nog gaan richten. Dat is het vervelende. Ja. Ja. Zo, hij is dood. Ik heb hem. Dus, nou, we gaan het zien. Maar goed, anyhow. Sinds wanneer heb ik geen infinite kogels meer in dit ding? Alles buiten de shooting range is niet infinite, hè? Oh. Je hebt 5 rounds. Oh, deze waren gratis, ja. Deze waren gratis. Ik had 100 volgers of zo. Ja, precies. Tom, hou eens op. Dat kost je geld, hè? Kijk, ja, dat komt bij weg geld, eigenlijk hier. Ik zie alleen dat mijn telefoon en ja, dan moet ik nieuw kopen. Nou, dan koop ik opnieuw. Anyway guys, that's it for today. Ik hoop dat je het allemaal weer gezellig en leuk vonden natuurlijk. Morgen zijn we gewoon lekker weer terug met Terrain Simulator natuurlijk. En ik zie jullie, dat ga ik dan weer. Nogmaals, vorige week zullen er geen streams zijn. Van maandag tot en met sowieso de woensdag. Dat sowieso en de rest. Hou gewoon de spreadsheet in duizenden gaten. En ik ga eventjes duiken. Ja, ah, ja. Jansen! Ja. Ik sta in ieder geval droog. Dus allemaal bedankt voor het kijken vandaag jongens. Ik zie morgen en anders tot de volgende keer. Nou, mocht je de Discord nog niet gehoord zijn, kun je dat natuurlijk ook niet. En voor de rest komt dat allemaal denk ik hartstikke in orde. Nou, dus we gaan die jongens lekker door me knallen. Knalfest. Kijk wie wil ik Happy New Year. Volgens mij, ik zie niemand. Nee, ik ook niet. Helaas. En dat zit guys, hope you enjoyed it, see you all back tomorrow. En fijne avond nog, slaap lekker. Voor degenen die alvast fijn weekend hebben, als echt fijn weekend. En graag tot de volgende keer. Niemand? Doei doei. Goodbye.